Joey, Joey kom gauw van de jaarrecht af. Je mag dat hebben ze nog nooit gedaan. Ze hebben nooit op de aardig gestaan. Go, go, go. Yo yo mensen en welkom terug bij The Sims 4. Het is meer dan anderhalf jaar geleden dat ik dit spel heb gespeeld, The Sims 4. En er is een uitbreiding, namelijk Honden en Katten. Er waren al meerdere uitbreidingen geweest van The Sims 4, die mij gewoon niet boeiden. Want ja, weet je, ja, je hebt een keer een uitbreiding. Dan kun je misschien één aflevering, misschien twee afleveringen van doen. En dan was je het alweer zat. Maar er is één uitbreiding waar ik al de hele tijd op zat te wachten. En eindelijk uit is. Dat is natuurlijk de Honden en Kanties. En ik zou heel graag natuurlijk een spel willen laden. Alleen het probleem is dat de familie Tijger dood is. Want namelijk, in mijn allerlaatste aflevering van de Sims heb ik mijn. Uh, sims karakter heb ik. Uh, dood laten gaan. Maar dat is geen probleem, we maken er alweer een nieuwe familie. En ik ga beginnen door eventjes mijnzelf te maken. Dus in 3, 2, 1, hier ben ik dan. Well, bam, daar ben ik dan. Ik heb het een soort van geprobeerd, I guess. Ik vind hem op zich wel best wel goed gelukt voor eventjes uh, 5 minuutjes proberen. Ik vind hem hartstikke mooi. En ik ga doen en nemen natuurlijk dieren. Omdat we natuurlijk de dieren. dingen nemen. Dus ik wil heel graag een dierenvriend zijn. Dat Lijkt me heel erg logisch, handig. Om dat te nemen. En op elkaar ben, ben ik een grapjas. Want ik ben heel grappig. Want ik ben een YouTuber. Ik ben ook vrolijk. En ik ben een kattenliefhebber. Want ik hou van poensies. En dit is dan Linktijger, Dan gaan we daar gewoon mee akkoord. En zien we hier natuurlijk rechtsonderin zien we het nare, nare huisje. Dat ik heb achtergelaten. Van de vorige, de vorige Sims-serie. Hoe zielig is het? En ik zie dat we ook een nieuw landje hebben. Misschien gaan we daar eventjes heen. Om daar misschien te gaan wonen. En ik zie hier een leuk huisje van 30 bij 30. Laten we het daarin gaan trekken. Gemeubileerd en al. Want daar komen we natuurlijk niet voor. We gaan natuurlijk wel dingetjes aanpassen in ons huis. Het gaat natuurlijk hartstikke mooi worden. Maar eerst gaan we ons focussen op ons huis. Huisdier. Jongen, ik heb de Sims zo lang niet meer gespeeld. Ho, oh, damn, is echt even wennen. Dit is trouwens echt best wel een klein huis. Ik had eigenlijk best wel verwacht dat het wat, wat groter was voor de prijs die, uh, die ze me gaven. Ik zit even te kijken, want ik heb geen idee hoe ik nu naar boven kan kijken. Of zeg maar de volgende etage. Ik heb eigenlijk geen idee hoe ik dat doe. Ik heb het spel namelijk anderhalf jaar niet gespeeld. Oké, okay? geef me een, een brik. Oh hier, verdieping naar boven gaan. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nice, nice, nice. En dan hoeven we de muur allemaal niet te zien. Dat is allemaal niet boeiend. Ah, het huisje is oké. Okay. Het is een decent huisje om mee te beginnen, vind ik. Je ik hier en daar. Nog nog wel altijd wat dingetjes op gaan knappen. En zo hebben we hier een studeerkamertje. Dus hier kunnen we eigenlijk in principe heel makkelijk een kattenkamer voor maken. En over katten gesproken... Ik zie hier gewoon een poentje lopen. Ga naar de poentje toe. Ga naar de poentje. Het is een zwerfdiertje. Vriendelijk kennis maken met de poentje. Oké, wat is die poentje? Oh, het, heeft... het heeft geen staartje. Oh, het heeft honger. Oh, hij doet miauw, miauw. Oh mijn god, ik zag super veel vogels. Hij is echt... Hij, wat is die aan miauwen? Go Linktijger. Maak even kennis met de Poensie. Ik vind hem echt heel zielig. Hallo Poensie. Oh, hij heeft twee verschillende kleuren ogen. Dat is echt heel cool. Hij loopt weg van mij. Hij loopt weg van mijn Poensie. Poensie, Poensie. Where the hell are you going, Poensie? We kunnen hem een lekkernij geven voor vijf dollar. Dat vind ik wel lief. Voor een zwerfpoensie even een lekkernijtje geven. Kunnen we die naar het asiel brengen? Want dit vind ik zielig. Ik hou niet van zwerfpoensies. Oh, kijk. Is hij een bang? Oh, kijk. Ik geef hem een snoepje. Hij is Bobo. Ik ga Bobo aaien. Bobo is lief. Hier, alsjeblieft. Ik aaien. Lekker aaien. En dan loop loopt wederom van mijn weg. Ik, uh, oh, wacht. Maar zijn hier allemaal katten? Er is zelfs een kat met een hoedje: Burgemeester Snorhaar. dat is ook een zwerfkat. Ja, je wilt niet zeggen dat een poes met een hoed en een strik een zwerfkat is. Nou, ik wil niet heel veel zeggen. Maar daar geloof ik helemaal geen blijft van. Er zijn zelfs duiven. Kan ik ook een coco adopteren? Oké, okay, wat gebeurt als ik erheen ren? Gaan ze dan wegrennen? Oh, dat was echt cool. Oh, het ziet eruit als dit gewoon een kat- en hondenpark is, of niet? Het ziet er namelijk wel uit. Oh, kijk hier trouwens, hier zit gewoon. Hier zit dierarts bezoeken. We kunnen een dierarts bezoeken. Nodig maximaal 7 andere. We kunnen Bobo uitnodigen. We kunnen Bobo naar het dierarts brengen. Want het is een zwerfpoonsie. Dan gaan we hem redden. Ik vind Bobo wel lief. We zijn er. Oh, Bobo. Bobo, nee, nee. Bobo ziet de dierarts en rent echt als een. Piksplintersnelle snelle kat rent die gewoon weg. Hij He, heeft er gewoon geen zin in. Kunnen wij iets bijzonders doen bij de dierarts? Kunnen wij hier een, een dierarts? Oh, maar ga ik eigenlijk naar de dierarts? Ik wil niet naar de dierarts. Ik wil ik wil een dierentie kopen. Ik wil ergens een dierentie kopen. Hoe koop ik een dierentie? Ik zie dat we hier een dierenkliniek kunnen kopen. Als we een dierenkliniek kopen, kunnen we dan ook meteen een dier kopen? Ja, we, ja, ik wil graag één dierenkliniek kopen hier. Mag dat alsjeblieft, dankjewel. Zullen we deze dierenkliniek hier maken? Ik 20 bij 20. Daar gaan we een dierenkliniek maken. We moeten namelijk werk en, uh, en privé natuurlijk wel gescheiden houden hier, hè? Uh, Oké, okay. dan moet ik, dit is een soort van omtoveren tot kliniek hier En voor we dingen kunnen gaan kopen, moeten we natuurlijk dingen verkopen Want anders hebben we geen geld Dus alles van de bovenretage heb ik even lekker verkocht Dan gaan we hier naar beneden En we moeten een paar dingen moeten we minimaal neerzetten als een onderzoekstafel en dingen zijn ruimte duur, man. In ieder geval, deze hebben we sowieso ook nodig. Dit is zo'n. Uh, dat ze kunnen inchecken. van hey, we, we komen uh, zo maar langs. Dus deze zetten we hier wel neer. Dus moet ik alleen voor zorgen dat ik nog uh, 1500 geld krijg. Dus ik moet even nog wat dingen verkopen. Nou, jongens, De onderzoektafel hebben we hoor. Dit wordt de onderzoekruimte uh, hier zo. Het wordt echt prachtig. Het ziet ook niet heus. Echt, niet voor, voor echt heel goedkoop uit. Oké, okay, maar hier ben ik dus nu in mijn nieuwe dierkliniek. Wat is precies de bedoeling? Ik heb gewoon nul geld. Ik heb helemaal niks meer. Ik heb al mijn overige centjes in deze kliniek gestopt. Ik ben. 100% blut Ik wil graag wat klanten krijgen Oh, hier, kijk Ik heb het dierenkliniek uh, eens geopend Ik moet hier klik, dat die open moet zijn Oké, okay, nice We hebben onze allereerste klant Oh, mijn god Onze allereerste klant Oké, okay, jongens we gaan ons goed, ons best doen, ja? Oké, okay, gaan we de klant binnenroepen hier? Patiënt ontslaan. Nee, dat doen we niet. Aardig introduceren. Komt u maar binnen. Oh, ik ben zelf ook heel erg moe. Dat is niet slim. Ja, even hallo zeggen. Hallo, meneer. Wat is het probleem? Baasje van de dier. Waar is, waar is het dier zelf? Het dier is hier. Kunnen we wegjagen? Nee, we gaan de patiënt het hartelijk begroeten. Hallo, hondie. Hallo. Oké, okay, patiënt behandelen. is zichzelf de laatste tijd niet meer. En ik denk dat ze ziek is. Kan je even een kijkje naar haar nemen? Natuurlijk ja, kan ik dat. Ik noem jou een braaf dier. Je bent een braaf dier. Oh, my. Mijn god, ik heb nieuwe kleren aan. Alsof ik aan het werk ben. Oh, ik ga het onderzoek beginnen. Kom maar, kom maar, bloedje. Bloedje, bloedje, bloedje. Kom maar. Oké, okay, dan gaan we de tafel voor je laten zakken. Dan kan je erop staan, rustig aan. Komt helemaal goed. Blo oh, hij gaat gewoon zelfs liggen. Oh, bloedje, wat ben je toch een goede hond? En blaft. Oké, okay, het gaat helemaal goed met je komen. Ik ben zelf een beetje heel erg moe, maar we gaan je eventjes onderzoeken. We gaan het dossier bekijken. Hoe gaat het met jou? Jouw dossier is heel groot. We hebben alle klanten. Dus jouw dossier is het enige dossier wat ik heb. We gaan de patiënt even kalmeren. We gaan even verliefd doen, natuurlijk. Oké, okay, ik zie je hartslag. Oké, okay, die is nu rustig. Zie je dat ik heb hem gekalmeerd. Dat is mooi. En er uh, zijn nog dingen die onbekend zijn. Dus ik moet drie uh, diagnoses ontdekken. Oké, okay, hij heeft een extreme letter. Ik heb geen idee wat het is. Oh, wil je een koekje? Hoe een koekje jongen of meisje? Ik heb geen idee wat je bent. Hier neem een koekje. En je hebt een trage hartslag. Oké, okay, ben ik ook achtergekomen. En dan gaan we ook nog even jou even rustig kalmeren zo hè? Oh, we hebben het al. Oh, ook een ontstoken schat, schattingskleer. Oh, het gaat helemaal. We hebben alles al. Ge... We weten alles al. We gaan nog even kalmeren. We gaan even rusten. Even rustig worden met jou. Gaat helemaal goed. Kom met je bloed. Rustig, maar rustig, maar meisje. Oké, okay, die is weer rustig. Dan gaan we behandeling doen. En dan moeten we deze doen, want deze is het beste namelijk. Oké, okay, deze antibiotica spray hebben we nodig. Want dat was een duimpje omhoog. We hebben dus onderzocht wat het probleem was met het dier. En door de juiste te gebruiken is hij juist goed behandeld. Nice, dit is leuk. Heel eerlijk, zo'n eigen dier is eigenlijk best wel leuk. Ik had niet verwacht dat het zo leuk was. En, oh, ik heb geld gekregen. We hebben 100 euro winst. Oh. Yes, we hebben geld. Hey, dankjewel. Hey, uh... ja, lief be je bent een lief beestje. Ruf, 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 ruf. Ja, je bent een lief beestje. Oké, okay, tot ziens. Tot de volgende keer. Doei, doei. Laten, laten. Ik ga mijn zaak even sluiten. Kijk, één klant geholpen. We zijn drie uur open geweest. Ik heb uh, één recensie. Dat is blijkbaar één ster, blijkbaar. 150 euro voor de behandeling. Salaris heb ik niet. Want ik heb niemand in dienst. Advertentie kost. Ik heb geen niet geadverteerd. Dat moet ik ook. Maar ik word even gaan doen dan. En ik heb 150 euro winst. ik heb het gewoon heel goed gedaan. Ik ben, ik ben, uh, ik ben zeer erg tevreden. Weet je wat ik eventjes ga doen? Ik ga even lekker naar huis toe. En ik neem Bobo lekker mee. Want ik kom naar huis. Want ik heb echt even tijd voor een dutje. Want ik ben hartstikke moe. Zo, eerst ga ik maar even slapen. En daarna mag ik lekker gaan eten. Zo, ik heb ook even tegen 100 euro van mijn eigen rekening overgemaakt. Dat kan blijkbaar dus. Dat is echt super chill. Van, zeg maar, van, je, van je werk naar je privé. Dat is echt super leuk. Er staan hier mensen voor de deur. Ik heb geen idee wat ze hier aan het doen zijn. Vlekken toch naar het op, joh. Stelletje paupertuig. Ik ben hier, gewoon, ben hier gewoon aan het slapen. Zo, tijd om even te koken. Link tegen Koken Editie. En daarna, als we weer ons helemaal goed voelen. Als we hebben geplast en even hebben gedoucht, gaan we weer aan het werk. Zo, ik voel me in ieder geval weer goed. Wij gaan weer terug naar onze zaak. Dan gaan we weer wat klanten helpen. En uiteindelijk als wij genoeg geld hebben verdiend, gaan we kijken hoe wij dus een diertje kunnen kopen voor onszelf. En de winkel is geopend. We hebben onze tweede klant. Het is weer een hond. Waarom krijg je Poentzies? Ik hou van Poenties. Nou, laten we de patiënt maar eventjes begroeten. Kijk eens aan. Ik weet niet wat met Ali aan de hand is, maar het gaat niet goed. Denkt u iets dat u eraan kan doen? Natuurlijk weet ik er wat u eraan kan doen. Ik ben een professional. Ik heb deze studie gehad, maar ik weet precies. Precies wat ik met dieren moet doen. Kom jij maar eens eventjes op de tafel, jonge dame of jonge man. Ik heb geen... Ik weet de geslacht niet van deze beesten. Ik ben echt heel erg gespannen. Ik ga eerst eventjes jou even kalmeren. Oké, okay, hij heeft dus een regenboogpoep. Ik heb geen idee wat dat is. En een snelle hartslag, dat is duidelijk. Ook oh, ik ben niveau 2 geworden van dierenarts. Super cool. En het heeft een zoete adem. Oké, okay. prismatische poep. Poepplaag heb je. Oké, okay, dat is duidelijk. Dus dan geef ik jou een koekje met medicijnen. Dat is speciaal voor jou. Eet maar lekker op, jongeman of jonge dame. Ik werk waar geen idee. Maar je voelt je weer helemaal beter. Yes! En we hebben weer geld. We hebben 100 euro weer gemaakt. Ik was 25 euro kwijt voor de, voor de behandeling. En dan 125 euro krijg ik dus voor 100 euro voor het werk. Dat is super nice. Je hebt het goed gedaan, Ali. Tot de volgende keer. En nou, opgerold uit mijn zaak. Opgevlekkerd. Hé, hey, we hebben een nieuw iemand die zich aanmeldt. Maar je hebt geen dier bij je. Waar was je dier? Ah, het is een poonsie. Yay, we hebben de poonsie. Het poonsie Cleo. Hallo Cleo. Ik weet niet wat Cleo aan de hand is. Maar het gaat niet goed. Oké, okay, we gaan even naar Cleo kijken. Oké, okay, we zijn erachter gekomen wat er gaande is. Wat een wazige kat. Dit is geen idee. En de man die hij nodig heeft is een injectie doen. Oké, okay, laten we eerst eventjes kalmeren en daar een injectie in doen. En het is voorbij. We hebben het gedaan en we zijn zelfs level 3 geworden. Dat is super chill. Oh, we hebben ook hebben, hier hebben we voordeelpunten gekregen. En met deze dingen kunnen we dus extra dingen krijgen. Oh, oké. Okay. Maar oh, dat is cool. Dan kun je supercoole upgrades, je kopen. Dat is echt super tof. Nu kunnen we bijvoorbeeld een extra dierarts aannemen. Maar dat is nog momenteel nog niet nodig. Ik ben nog een klein zaakje, dus ik ga het gaat helemaal goed komen. Oké, okay, hier hebben we onze vierde klant en de laatste van vandaag. Ik dacht gewoon, dit, dit is een poensie. Maar dit is geen poensie. Dit is een. Dit is, is een rare smurf. Ja, het is gewoon een, gewoon een blauwe hond. Nou, ik kan één ding zien, is dat de hond fucking erg stinkt. Dus ik, één ding is zeker, je moet hem sowieso in bad brengen. Maar hij is ook super gestrest. dus laten we hem eerst even lekker kalmeren. Ja, het is gewoon uh, een coolbox Zou ja, dat wist ik. Een antivirusmiddel gaan we hier geven. Ben je er klaar voor? Hier komt hij dan. Pat, Zo, Hier in je gespoten. Ben je er blij mee? Ik hoop het wel. En het is in ieder geval geen. Kijk, het is meteen geen blauwe hond meer. Het was gewoon, het was gewoon een blauwe hond. Echt. Ik weet niet wat er mis is met deze man. Maar uh, een blauwe hond. Uh, er moet er al wat voor gebeuren voordat hij überhaupt blauw was geworden. En kijk, vier uh, cents in heb ik. In van één ster heb ik nu anderhalve ster. Mijn bedrijf is beter geworden. Jee. Nou, ik zet lekker mijn zak uh, op stop. We hebben lekker 375 euro gemaakt in 10 uur. Dat is uh, goede win. Lekker gewerkt, Pik. Lekker gewerkt. Ik denk dat uiteindelijk, als ze dus meer sterren hebben, dat ze uiteindelijk ook dus meer verdienen. Dus zeg maar een beetje dat je jezelf up gaat kreden. En dat rekenen in best van 1000 euro. Wat? Heel. En daar heb ik toch helemaal geen geld voor, jongens. Daar heb ik toch helemaal geen geld voor. Duizenden euro. Oh, dat gaat mijn hart echt niet goed. Nou, jongens, de zaak is weer geopend. Het is tijd om even door te gaan werken. Want ik moet mijn huur betalen. Alleen de standaard controle voor minus Vandaag dokter. Oké, okay, er is dus niks aan de hand. Gewoon een controle. En heeft iemand hier gebarfd. Er heeft iemand hier gebarfd voor. En geplast. Er zijn hier gewoon dieren die aan barf en planten zijn. Er zijn trouwens ook al. Ik heb ineens 2% achter elkaar. Oké, okay, dus die moet ik even snel achter elkaar gaan helpen. Oh, en ik moet 5 dingen controleren. Oké, okay, dus. Gewoon standaardcontrole. Gewoon alles op en eraan. Nou, hij heeft een schone neus. Hoe gaat het met zijn vachtje? Even alles controleren. Oh, hij heeft een gezonde huid. Normale temperatuur. Gaat hij helemaal prima. Wat hem tot nu toe. Dan gaat hij met zijn oogjes even controleren. Het is een normale, slechte adem. Ik controleerde dus zijn oog. En heldere ogen. Nou, hij is gezond hoor. Oké. Okay. Nou, dan krijgt ik nog eventjes een in, in injectie. Want dat is natuurlijk altijd heel fijn. Hoppakee. En hij is klaar. Niks aan de hand met dit prachtige hond. Dankjewel. Geef hem je geld. Later, later. Oh, deze klant natuurlijk. Oh heeft nu maar twee sterren nog. Oh, dat is echt kut. Dat is kut, maar ik natuurlijk haar lang heb laten wachten. Hallo, komt er binnen. Komt er binnen. Komt er binnen. Kak, komt nog iemand binnen. En die heeft echt... Oh, die heeft uh, een beetje rode, rode pootjes. Zie je dat, deze? Oh, deze kat is zo gestrest. Deze kat is zo gestresst. Nee, dit jou ken ik, deze. Deze kat ken ik. Oh, hij is aan het... Uh, Yo, zie. Hij nou, bent aan het... Kotse godverdamme kurk. Au, ik heb bijna alles onderzocht. zijn gewoon nog vier dingen over. En ik heb nog niks bij die kat gevonden. En gewoon niks. Misschien moet ze koorts meten. Misschien is dat wel handig. Dat ding is ziek als ik weet niet wat. Ik wil alleen nog de shape bekijken. Nou, hebben we nog iets bijzonders hier. We, kunnen, we hebben gewoon alles gewoon gedaan. Uh, Lampenkap kraag geven. Dat kan ik hem geven. Ik heb geen idee wat ik hem moet geven. Ik heb alles gewoon onderzocht. We geven wel deze lekkernij. En dan gaat het helemaal goed komen, denk ik. Weet je, wil je dat hebben? Ja, je voelt je helemaal goed, hè. Oh, en nu is hij weer beter. Kijk vol, Fucking scheid en Plas en kak, hier overal ligt. Nou, we zijn uh, nu eventjes uh, gesloten. Dankjewel, uh, meneertje, die hier wacht. Uh, we zijn gesloten. Ik moet eventjes een, even een uh, uurtje houden hier. We zijn over een uurtje terug. Gadverdamme. Allemaal kak en kots en pies. Gadverdamme. Ik wou dan toch maar dat ik het toorpaantje had genomen. Godverdomme. Nou, we gaan naar huis, jongens. Ik ben er helemaal klaar mee. Nou, jongens, je ziet hier links onder dat ik heel erg verdrietig ben. Ik zit hier mijn macaroni met kaas op te eten. Hij is hartstikke lekker. Mijn bord ga ik opruimen. Alleen, ik heb dus gewoon geen socialiteit. En dan komt het nou. Ik heb nog steeds geen poensje, maar ik heb net op, op internet opgezocht dat ik hierheen moest gaan en dan een dienst in moest huren. En dan kon ik, als het goed is, hier kon ik een dier, nee, niet een dier verkopen, een dier adopteren. kost wel 200 geld wat ik niet heb. Maar dat maakt niet uit. Ik zet gewoon wat valt van de zaak zet ik over op mijn privé. Ja, dat kan gewoon. We gaan een kat adopteren. Oh, dan moeten we eentje uitkiezen. Kan ik niet gewoon zelf een kat maken? Kan dat? Kan ik zelf een kat maken? Kan ik een kat maken? Oh, kijk, ik kan hier sim toevoegen en dan kan ik hier gewoon... Oh, een huisje toevoegen. Jee, yeah, ik kan mijn eigen poensie maken. Mijn eigen soort poensie. Oh mijn god, zijn er zoveel rassen. Oké, okay, ik had vroeger... Had ik een ras en dat heette een pers. Hier, een pers, een pers. En we hebben zelf ook blijkbaar ook wasperen. Wat de fuck? Maar een pers, dat had ik. ik had, vroeger had ik een witte pers en ik had een zwarte pers. Nou, zwarte kleur is er niet bij. Maar de witte was de oudste. Dat was een vrouwtje en die heette Sammy. En ze had geen kleertjes aan. Flikker erop. En ze had vast goed is. Ik weet niet wat voor kleur ogen ze had. Voor mij. Dat kan ik me echt heel moeilijk herinneren. Wat voor kleur ogen ze had. Voor mij had ze gewoon bruine ogen. Nou, dit is geen echte bruin. Maar we nemen wel bruin. Ze dus was wel iets. iets ja, ze was uiteindelijk best wel mager, zeg maar. Zelf was ze heel erg mager. Maar ze had wel een dik gezicht. had heel veel haar had. En het platte neusje klopt natuurlijk perfect. Even kijken hoor. Ze, ze was wel een stuk mager. Ze was wel mager. Ze was een oud Poesie. Een oud Poesie wordt mager. Weet je wel. Je weet hoe dat gaat. En staart stuif was ook niet meer zo dik. Dat staart was wel bijna kaal, zeg maar zelfs. Maar waar is, hoofd ze er goed uit. Kan ziet zitten er goed uit. Neus is Prima. Snorharen. Die had ze ook gewoon. Die snorharen, iets andere kleur. Oh mijn god, ik kan zo regenboog doen. Flikker erop, joh. Had dezelfde kleur snorharen dan als ze zelf was. Even kijken. Haar ogen is ook nu gewoon prima. Alleen is dat wel kleiner ogen. Dat de ogen wat, wat, wat dichter. Nee, niet zo. Oh mijn god. Even kijken. Die kan ik voor mijzelf ook een beetje aanpassen. Dat is wel een beetje. En zo was En zo was ze wel een beetje. En je kan ze zelfs verven. Oh, dat is echt zielig. Ik wil mijn poesje niet verven. Oké, okay, ik vind hem wel prima. En zo zit ze dan. Dat is prima. Als ze staat. Nou, dat, dat deed ze niet. Dat Van die rare dingen. En, uh, oké. Okay. Oh, dat Is zo so cute. Oh, look at that, ya boy. En dan persen ze zichzelf lui. Oké, okay, ik moet zeggen, ze was heel lui, Echt waar, Ze was echt heel lui. Vooral in de latere leeftijden. Want het enige wat ze deden was slapen. Bang was ze zeker niet. Afstandelijk was ze zeker ook niet. Aanhankelijk was ze redelijk. Meer bij mijn vader. Vroeger was ze echt mijn poesje. Maar toen hadden we onze tweede kat. En toen was ze wat afhankelijker van mij. Want dan werd die tweede kat werd zeg maar echt mijn kat. Dus was zij wat minder bij me. Ze was heel vriendelijk, dat zeker. Ze was een hele vriendelijke kat. En ze was ook heel erg verwend. Dat zijn denk ik de enige dingetjes die echt gewoon bij Passen. En we En wel trouwens ook gewoon twee uh, binnenkatten. Ze mochten niet naar buiten. Het waren namelijk raskatten en dat waren gewoon hele dure katten. En dit is dan uh, Sammy Tiger. Die is uh, dan af. Ik denk, ik. ja, die is af. Oh, ik druk op spelen. Kak. Ik wilde ik wil ook nog mijn andere kat maken. Oh, maar kijk hoe schattig ik sta met hem. Oh, dat is zo cute. Ik wil die andere ook even maken. Want we haalden namelijk nog een kat. En dat was namelijk ook een pers. En die was zwart, maar voor deze doen we dan een beetje uh, Ja, deze kleur dan maar. Nou, jongen. En dat was me er eentje, jongen. Dit was me een poensie, hoor. En zijn naam was uh, uh, Joey. Yeah. Alleen de kleur ogen kan ik me nooit herinneren. Maar voor mij had hij ook uh, van deze kleur ogen. Bruine ogen. Zijn ogen waren veel wijder open dan die van Sammy. Ik weet wel dat de snorharen altijd heel zijn. Spik, spik en spik uh, zwart waren. Hij had ook gewoon een staartje, Maar hij was wel iets dikker dan Sammy. Hij was ook jonger. Hij was ook jonger gestorven. Misschien is het nu verven niet heel zo slecht als ik zwart zou doen. Oh god, of het heel lelijk. Oké, okay, kan, kan ik terug gaan, terug gaan, terug Alles wissen. Ja, oké, okay, oké. Okay. Weet je, wat, we gaan niet verven. Dat vind ik veel te gevaarlijk. Hij lijkt zo prima. Nou, qua karakters. Uh, Joey was alles behalve lui. Hij was heel erg gehankelijk. Hij was heel erg gehankelijk. Vooral aan mij was hij heel erg gehankelijk. Hij is niet lui. Hij is ook die energie. Hij is precies daar in het midden. Hij was wel heel erg ondeugend. Dat heb ik in ieder geval altijd ervaren. É o cara. Gadverdal. Ik zag hem een poepje leggen En spils. ik speelde altijd wel heel vaak, heel vaak met hem Oh, wat doe je nou, joh, gekkerd Oh my god, oh my god Ik wil weer een kat hebben, ik wil weer een kat hebben, god damn it. Oké, okay, hij is af, hij is af, hier zijn we dan Oh, ik nog steeds Sammy in de hand En Joey staat ernaast, oh my god En we zijn thuis en we hebben gewoon gratis We hebben poensies, kijk hier is Sammy Sammy, wij gaan eventjes jou een lekkernij geven Kom maar hier, oh, wat, wat is hier? Oh, Joey, Joey, kom gauw van die recht af. Je mag, dat hebben ze nog nooit gedaan Ze hebben nooit op de aarde Gestaan. Pak je even op, Joey. Oh. Je, dit, dit ben ik niet van je gewend, hè. Kijk, daar met Joey loopt hier. Kijk daar. Nee, Sammy, niet op de aarde gaan. Voei, Voei. voei. Oké, okay, goed zo. Goed zo. Goed zo. Hé, hey, kom maar hier, Joey. Ik ga je oppakken. Ja, kom maar, kom maar, kom. maar, Oké. Okay. Oh, hij gaat eraf en af. Oké, okay, dat is ook prima. Oh, ik, ga, ik heb hem eraf gehaald om hem op te pakken. Oké, okay, dat kan natuurlijk ook. Oké. Okay. Oh, we lopen. Oh, my god, dat is geweldig. Ik ben hard gebroken. Ja, met mijn socialiteit kan omhoog door katten. Ik weet dat het werkt. Oh, maar dit is ja. leuk. Kijk hoe lieve poonsjes dit zijn. Oh, dit is zo cute. Ik hou hiervan. Lekker aaien. Ja, dit is cute. Ah, oh my god, dat is geweldig. Ik weet trouwens niet waar hij heen rent. Hij rent naar de tv. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Oh, een dier in je huishouden nemen heb ik. Uh, vrienden zijn met een dier heb ik. En twaalf keer vriendelijk doen tegen een dier. Oké, okay, dat kunnen we best wel doen. Hallo, Joey. Hoe gaat het met jou? Jij bent de allerlaatste. Yes, we hebben een... Melpaal bereikt. Oh, nice. Oké, okay, nu moeten we dus in totaal met vijf dieren vrienden worden. Met gezel zijn van één dier. We okay, moeten hele goede vrienden met hem worden. En twee wangedragen wegtrainen. Oh, kijk, ik heb Joey vast. Oh, nou, ik wil nog eventjes. Pakken we even vast? Ja, nu heb ik hem vast. Dit is leuk. Look at this picture. It's beautiful. They're cute. Look how cute. Look how cute. Look how cute. Oké, okay, jongens, dat was de Sims 4. huisdieren weer voor mij. Wil jij hier meer van zien? Laat het even weten in de reacties. Doe natuurlijk even een duimpje als je ervan hebt genoten Hier kun je twee andere video's van mij klikken Hierboven kan je om abonneren En daaronder kan je een merchandise kopen En misschien maak ik wel nog een video En ik zeg dan maar één ding, Dat is later, later